Die daar zit heel veel licht en we gaan zo weer op. Maar wat hij nou zegt, die lichtblauwe korenblauw, is al een paar keer gezien door mensen, maar dit is ook bevestigd. En blauw staat voor genezing. En het is ook een tijd dat ook heel veel meer lichamelijke genezing gebeurt al. Weet je. En dankjewel. En zo, richt maar naar hun. Dank de Heer maar. Dank de Heer, amen. Amen. Richt je maar lekker naar Jezus. Wauw, dank je deze kostbare man. Pa. Dank je voor zijn zinnen. Ambt en zijn profetische mantel ook, Heer. Dank voor het licht wat ik in hem zag, Heer, die vriendelijkheid ook. Heer, en wow, dank je, Pa. Dank je wel. Ja, halleluja. Dank je, Papa. Er zijn deuren open gegaan in je leven. En sommige zijn gesloten gebleven, sommige zijn open gegaan. Maar je bent altijd trouw geweest naar God. Je hebt gedaan wat je moest doen. Je bent nu opzij gegaan voor de tegenstand. Je bent niet achteruit gegaan, niet naar links, naar rechts. Je bent rechtdoor gegaan. Maar ook de deuren die dicht zijn gebleven zullen opengaan dit jaar. Twee deuren gaan open. Het is een deur van gerechtigheid wat je draagt in je hart. Een deur van trouw en liefde. Een deur van puurheid. Een deur van vriendelijkheid. En je lijkt heel erg papa. Een deur van genade. Ik ben ook echt dankbaar, Vader, voor het woord wat u door die geweldige knecht heen sprak. Uw zoon. Wauw. En net als ik profeteerde tegen die kostbare vrouw, kom hoger op. Zeg God ook tegen u, kom hoger op, mijn zoon. Ik ga je nog meer laten zien. Dit is het jaar van mijn welbehagen over jouw leven. Halleluja. Er is een nieuwe tijd gekomen. Waar je zal zien dingen die onverklaarbaar zijn en zo mooi zijn. Hemelse dingen. Soms ook dingen die niet mooi zijn. En je God die de autoriteit geeft om het weg te snijden van mensen. Wauw. En je zal ook sommige heiligen in de hemel gaan zien. En dat is een beetje raar. Want in onze tijd beginnen we dat steeds meer te begrijpen. Als je naar de hemel gaat, ja, dan zie je heiligen. Mensen hebben Paulus gezien. Omdat iedereen in de hemel leeft. Weet je wel? De christenen begrijpen dat niet. Halleluja. Moet ik aan een paar twee kostbare mensen denken die in de hemel zijn. Maar jij, ja, dat had met jou te maken of zo in het verleden. We zijn in de hemel. Wauw, zo mooi. God houdt van je hart, je puurheid, je liefde, je echtheid, je vriendelijkheid. Er is een nieuwe tijd gekomen. En ik zie een hele grote slijpsteen. En deze maand gaat God die zwaard slijpen. Nog meer. En je bent heel accuraat. Enorm accuraat als een profeet. Ik ken je als een profeet. Als een ziende profeet. Maar je zwaard wordt nog scherper. Maar het zwaard wordt gedragen door liefde en wijsheid en scherpte. En er gaan nog meer dingen gebeuren. Nog meer dingen. En de Heilige Geest zegt, nu mijn zoon. Zal je door alles heen gaan met het vuurzwaard wat ik heb gegeven. En ik zie meerdere zwaarden, een bliksemzwaard, een vuurzwaard. Ik zie een kromzwaard, want de Goliath van je eigen leven heb je al lang om zeep geholpen. Maar je zal wat Goliaths om zeep helpen van andere mensen. Ik zie je vrouwen vrijzetten, ik zie je mannen vrijzetten, ik zie je jeugd vrijzetten. Ik zie divine connections komen, mannen van God en vrouwen God, die ook gaat samenwerken met teams. En, ik zie allemaal dingen gebeuren, als waar dat God een klok maakt van goud. En al de radertjes komen op zijn plaats. Alles is haast klaar, zegt God. En een nieuwe zalving, een anointing die komt over jou, die zo groot is. En God, ik zag gewoon dat God zo'n hoorn van een lam, weet je wel. Zo'n shofar, zo'n kleine, met olie over je hoofd uitgoot. Hij zalf je op dit moment als een profeet. En dat ben je ook al, dat weet je wel. Maar ik herken je ook als een profeet van God. Dat is een nieuwe mantel van licht. Je gaat ook berouw brengen in Nederland, berouw. Je zal harten laten smelten, want dat doe je hart. Door liefde. En je bent een groot man Gods. God houdt van jou. Halleluja, ik zie nog een tafel of zo. Ik zie iets in de geest, een tafel. Ik kreeg de hele tijd glas in mijn hoofd. Glas, wow. Ik weet niet waarom. Amen, goed dat je het. Dat is mooi, hè? Dit is zo goed glas. Ah, mooi. God gaat het zo bewaren. Amen. Ik zag ook aan die tafel tekenen. Ik zag even handtekeningen zetten aan die tafel. Ik weet niet waarom. Het had met Jezus te maken. Het was een kleine bruine tafel. Met
Ik teken een paar documenten. Ik weet niet waarvoor. Een paar documenten, weet ik niet. Maar vader openbaar wat het glas is. En was het glas was het gewoon. Was het een glas waar je drinken of een raam of glas? Ja, meer een raam ja? Of iets. Ja, nou, mooi. Oeh, ja, ik heb hem wel. Tenminste, dat is de geest. Wat ik ervaar met een glas, het raam. Want God hebben jarenlang jouw spiegel schoongemaakt. Je hart is een spiegel. Al onze harten zijn spiegels. En ik wil het 13 zeggen, als de liefde niet had, dan kan het engelen praten, kan profiteren. Maar het staat op het laatste vers, nu zien wij nog door een beslagen spiegel. Maar sommigen hebben een spiegel schoongemaakt. En dat is dat glas, je bent helder. Je bent helder en je zal nog veel meer gaan doen dan je al gedaan hebt. En ik weet, je bent een nederige man. Je zal jezelf niet op de voorgrond zetten, maar God gaat je op de voorgrond zetten. God gaat je binnenroepen, ook met, soms met teams te werken. Ook als we de dienst natuurlijk met Hans hebben, ja, goud. Weet je wel, want er licht en de liefde is op jou. Ja, er zijn ook een paar mensen die zijn in de hemel gekomen die jou ook, die heeft ze binnengehaald. Er zijn meerdere, maar ik zie weer drie mensen en die zijn in de hemel. En die zijn in de hemel gekomen door jou. Ja. Er is één persoon waarvan je niet weet, maar die is ook in de hemel. Van vroeger. En God zegt, ik ga je nu nog veel meer oogst geven. Veel meer oogst. Want jouw helderheid, jouw spiegel die niet beslagen is, zo zal je als een ramenzemer spiegels schoonmaken van mijn profetische volk, apostolische volk. En van de herders, leraars, evangelisten. En laat hem bidden vanuit het vuur. Of Hans, heb je nog wat? Ja. Nee. Fris en groen zullen ze zijn. Ja. Yes. Een nieuwe anointing. Ja. Ja. Een nieuwe anointing voor je leven. Yes. Want leeftijd is maar een getal, joh. Ja. Dus op dit ogenblik spreek ik uit in de hemelse gewesten. Yes. Ze zal nog heel veel dingen gaan doen in Gods Koninkrijk. Ja. Amen. Yes. Hier is nog zeker niet klaar met jou. Amen. En weet je, die profeten, dat zijn allemaal achtelijke jongens. Dat wordt er vaak gezegd. Maar laat dan maar je een achtelijke jongens zijn van God. Maar hij zet je op plekken waar andere mensen niet kunnen functioneren. Ja. Daar ga je functioneren. Ja. Want ik zie een zwaard uit je mond komen. Ja, ik zag het ook trouwens. Een zwaard. Ja, amen. En die gaat als naar de mensen hun harten toe. En die zal hun harten raken. Fris en groen zal je zijn. En de Heer zegt, niet in ouderdom. Want dat woord ga ik niet gebruiken. Oud in dom. Want je bent niet oud in dom. Je bent fris en groen. En op dit ogenblik begint nog maar alleen met je bediening. Want die zal nu in de naam van Jezus geactiveerd worden. Vanaf nu, dit uur, deze dag, in Jezus' machtige naam. Diep, diep, fire, fire, fire. Vuur, 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 fire. The Holy Ghost, sound my alarm on the Holy Mountain. Alles stof zal van je kleding afgaan. Alles stof. En ik zag een houten wagen met een ezel ervoor. En de Heer die zegt, ja, mijn zoon, soms moet je eerst even met een oude wagen komen met een ezel. Maar als je gaat ontdekken dat ze zien mij in jou, dan zullen ze ontdekken mijn kracht. En mijn Shekinah glory is op jou. En op dit ogenblik zie ik de goudstof van Gods Koninkrijk op je hoofd neerdalen. En net als ook op de baard van Aaron, zo zal het jou nu op dit ogenblik doorstromen in Jezus' machtige naam. En ik zal een vernieuwing geven ook in je huis. Ik zal ook je vrouw dromen geven, visioenen. Maar jullie zullen allebei warm gaan worden. Jullie zullen allebei uit gaan stappen. Want jullie zijn een echtpaar van liefde in Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus. Ja, vuur gaat branden, amen, ja, amen, nodig amen, amen. Ik moet even blazen op je hart. Yes, amen. God zegt, alle dingen in je hart, er spreekt de gezondheid uit en het zal gezond blijven. En de gezondheid komt nu in je hart, in je hart, in je lichaam. Lichamelijke genezing. Lichamelijke genezing in je hart. Door stroom, bloed door stroom. Van top tot teen, door stroom. Alles wel, alle blokkades verdwijn. Nu. En het bloed van Jezus om in je hart en zo
bloedwaters worden goed en gezond. Bloedwaters worden gezond en functioneert. Maar gebied jou functioneren zoals God jou bedoeld hebt. Nu wordt gezond in Jezus naam. Love of God. Amen. Yes. Halleluja. Come on, Holy Ghost. Dankjewel.